De Suriname Guyana Chamber of Commerce SGCC heeft recent haar handelsmissie afgerond na deelname aan de Suriname Energy, Oil and Gas Summit 2024. Belangrijke hoogtepunten waren onder meer ontmoetingen met president Chandrika Prasad Santokhi, waarbij onderwerpen als het vrije verkeer van goederen en diensten tussen de regio en de voortgang van de quarantainebrugconstructie werden besproken. De SGCC presenteerde 8 bedrijven op CEOX, wat resulteerde in veelbelovende investeringsmogelijkheden. Er werden verschillende memoranda of understanding ondertekend, waaronder één tussen Go Invest en CITA en een andere tussen SGCC en Synex. Een seminar met de titel Guyana in Focus bood inzicht in zakelijke ontwikkelingen, terwijl B2B bijeenkomsten nieuwe connecties en joint ventures mogelijk maakten. De missie werd afgesloten met een netwerkevenement waarbij de SGCC haar dank uitsprak over alle deelnemers en bijdragers. En haar toewijding bevestigde om de economische relatie tussen Suriname en Guyana verder te versterken.